als afgelopen week bij FC Twente één ding duidelijk geworden is, is het wel dat openheid en eerlijkheid het allerbelangrijkste is. We staan hier nu bij de FC Twente crisisrevue. Een mooi moment om eens te testen hoe eerlijk iedereen nu bij FC Twente is. Welke speler bij FC Twente stond er het langst voor de spiegel? Ik denk André Paus. André Paus, ja? Ja, die ging er wel eens voordat we het veld op gingen, ging hij nog wel even een keertje voor de spiegel staan of zijn haren goed zo. Ja, Kik van de Val. Ja? Ja. Nou, ik in ieder geval niet, want ik had dit kapsel al. Tommy van de Leegte. Ben je dat zelf? Nou, ik denk dat sommige mensen misschien zullen zeggen dat ik dat ben, maar dat ben ik niet hoor, denk ik. Ik denk dat Nick Marsman ook wel vrij lang voor de spiegel staat. Welke speler bij FC Twente is de grootste womanizer? De grootste womanizer? Nee, dat weet ik niet. Dat zou ik niet zo weten eigenlijk. Ah, toe. Echt niet. Nee, echt niet. Ik denk nu Robert Schilder. Die is nog vrijgezel en die doet er altijd een beetje geheimzinnig over. Maar dat is ondertussen. Hè. Je zegt wel, de meest stille mensen die doen altijd het meest. Nou, stille genieten. Mij, is dat wel een stille genieten, ja. Welke speelster bij FC Twente waar je mee speelt, speelt altijd vals? Dat is een lastige. Vorig jaar was Vera Behrens. Vera Behrens was altijd het grootste valsspeler. Het meest van geleerd. Ik denk dat ik van Sander, omdat hij op mijn positie speelt, denk ik dat ik... Sander Boske, ja. Met name het jaar dat ik erin kwam, heb ik echt... Toen werd hij tweede keeper en toen heb ik wel echt veel van hem geleerd. Dus toen... In het begin had hij daar nog wel moeite mee, omdat hij een behoorlijke drive heeft en wil alles spelen. Maar toen heeft hij mij wel op heel veel fronten geholpen. En met name toen ik het nodig had, voor het eerst erin kwam. Op welke speler van FC Twente ben je jaloers vanwege zijn vrouw? Ja, er zijn wel genoeg spelers met een mooie vriendin. Joakim Andersen heeft een mooie vriendin, maar Hidde de Avest ook. Het zijn wel leuke vrouwen. En hoe zit het met jezelf? Ja, ik heb ook wel een leuk meisje ontmoet. Welke speler bij FC Twente waar jij mee samen speelt of samen gespeeld hebt, was het zuinigst? Het zuinigst? Bla bla. Nou, Chris de Witte. Ja? Chris de Witte was wel heel zuinig. Hij had wel een hele mooie auto. Maar waarschijnlijk had hij dan daar al zijn geld aan uitgegeven. Want hij was niet zo van het rondjes doen en als ze op stap waren. Dus ik denk, ja, nou, Chris de Witte. Denk Mark Janko. Mark Janko die kon heel zuinig zijn op alle spulletjes die hij had. En die kreeg heel veel, dus dan doe je toch iets goed.